أسئلة خمسة قبل أن نبدأ بالدراسة. Vijf vragen voordat we beginnen aan het bestuderen van dit schrijver. لماذا ندرس التوحيد؟ Waarom bestuderen wij het monotheïsme? لماذا ندرس هذا المتن، متن الأصول الثلاثة؟ Waarom bestuderen wij dit schrijfwerk, die gaat over de drie vragen in het graf? لأننا الطلاب والطالب لابد يسير على النهج الذي خط لنا العلماء. Want wij zijn studenten van kennis en wij dienen de geleerden te volgen in hun voetsporen. Bij het bestuderen van boekwerken of schrijfwerken. Wat houden deze drie vragen in van het graf in een beknopte samenvatting? Het zijn de drie vragen waarover elke dienaar in zijn graf gesteld wordt. Wie is jouw Heer? Mar Rabbok. Wat is jouw godsdienst? Mar Dinuk. En wie is de boodschapper of wat is de persoon die naar jullie gezonden is als boodschapper? Nou, is jouw profeet. السؤال الرابع. ما الفائدة التي نجنيها من دراستنا للأصول الثلاثة؟ De vierde vraag is: wat is het profijt van het bestuderen van het tawhid, het monotheïsme of dit schrijfwerk? الفائدة هي الإجابة عن أسئلة القبر. إذا تعلمنا الآن وعملنا ودعونا وصبرنا في الدنيا بإذن الله نجيب عن أسئلة القبر. Het in staat zijn om deze vragen te beantwoorden in het graf. Als we deze kennis hebben en hiernaar handelen en geduldig in zijn, dan zullen wij in staat zijn met de wil van Allah Azza wa Jal om deze vragen te beantwoorden in het graf. De vijfde vraag, wat houdt dit schrijfwerk in? Wat houdt het in? Hij houdt vijf categorieën in. De eerste. De vier essentiële punten. Kennis, handelen. Uitnodigen en geduldig zijn. De tweede categorie is de drie essentiële punten, de drie soorten monotheïsme. De derde categorie is waarom bestuderen wij het tawhid, het monotheïsme. Vierde punt is de uitleg van de drie vragen in het graf. Vijfde is de conclusie, het eindresultaat. En Allah weet het beste.